In de vorige aflevering van Netherlands S&P testte ik samen met Teun en Dion de nieuwe vechtarena in Zwitserland uit. Daarnaast ging ik met Dion naar de botgrot en vonden we daar een stukje bewijs. We weten nu vrijwel zeker wie de botgrot heeft vernietigd. De rest weet nog helemaal niet van dit bewijs en daarom willen Dion en ik nu dat bewijs aan Netherlands en Friesland gaan laten zien. Maar Binte en ik denken dat dit gesprek misschien nog wel uit de hand zou kunnen lopen en daarom gaan we eerst het zwaard van Kruttepier ophalen in Zwitserland. En dat zie je nu. Hey Binte! Ja. Vanavond is de grote dag. We gaan straks met Netherlands om de tafel. We zijn al een keer naar ze toe geweest. En we hadden een mooi compromis gemaakt om dit hele SoulSand gedeelte, wat trouwens nu nog meer is uitgebreid. Ja. Ja, om dit helemaal om te zetten in een hot tub. Lekker een hot tub. Toen kwamen we erachter dat dus die botgrond was opgeblazen. Ik zou eens wat zeggen. Ja, we gaan dus met Netherlands om de tafel. Ja. Vanwege dat we natuurlijk erachter willen komen wie die botgrot heeft opgeblazen. Maar ik zou zeggen, ik heb bewijs gevonden met Dion. Positief voor ons of negatief voor ons? Ik weet het wel zeker van wel. Het ding is, Dion en ik hebben dit nu nog voor onszelf gehouden. We hebben dit allebei nog aan niemand verteld. Joost die wilde natuurlijk dat Honky de botgrot gaan inspecteren. Maar Dion en ik zijn stiekem al een keer naar binnen geweest. En wat we daar vonden, was een stukje van een bel. Oh, dat is... Weet jij wie er van bellen houdt? Dat kan er maar één zijn. Ik vind Ryan best wel van houden van een bel. Wie houdt er van bellen? Jeetje, weet je. Geef me even een momentje. Hallo? Hallo? Is Link? Het is Link, ja. Okay. Tenminste, dat denk ik. Weet je, het zou ook iemand anders uit België kunnen zijn. Ik denk in ieder geval, het bewijs leidt er nu naartoe dat het iemand uit België is. En ik denk dus dat het Link is. Maar het kan nog iedereen zijn. Maar je had toch ook ruzie met Noxie? Oh ja, een beetje gedoe inderdaad. Zou zij het zo ver schoppen om jou eruit te halen? Zou best wel kunnen. Misschien dat zeg maar Noxie denkt van, oké, ik heb ruzie met Puk, dus laat ik maar die botgrot gaan lopen, zodat Puk in een slecht daglicht wordt gezet. Zou heel goed kunnen, ik weet het niet. Zou kunnen, inderdaad. In ieder geval, Dion en ik die weten dus van dit bewijs. En als Joost straks Honky heeft ingehuurd als detective om naar de botgrot te kijken, Honky die hoort natuurlijk bij België. Stel, hij gaat natuurlijk zeggen, oh, er is helemaal geen bewijs hier te vinden of zo. Dan kunnen Dion en ik zeggen, maar haha, wat is dit dan? Een stuk van een bel. En zeg dat er niks is, vanwege dat hij natuurlijk trouw is aan Link. Precies. Moeten we eventueel ook nog iets weghalen uit de kluis? Of wat? Ja, dat wou ik net eventjes over vragen. Oh, duidelijk. Ja, dat gesprek met Nederland zou nog wel eens uit de hand kunnen lopen. Jij denkt het zwaard van Kruttepier. Ik denk het zwaard van Kruttepier. Jij hebt een sleutel voor de kluis, toch? Ja, die heb ik. Ik heb van de week dus geprobeerd om zeg maar in die kluis te komen van ons. Maar ik ben dus de enige zonder sleutel. Maar ik kwam er dus niet in vanwege dat ik dus geen sleutel heb. Dus inderdaad, ja, jij hebt sleutel. Moeten we eventjes dat zwaardje gaan pakken. Laten we naar Zwitserland gaan. Yeah, dan zijn we de bank. Let's go. Kijk, ik was hier dus van de week. Ik wilde dus hierin. Hoe werkte die sleutel nou precies? Oh, zo. Klik. Kijk, en dan kunnen we hem hier uithalen. Wacht, heb je hem er al uitgepakt? Ja. Ook het zwaard van Grutte. Oh nee, wacht, dat hoort niet daar. Nee. Oh, die zit hierin dan. Wait, wat? Is dat alleen maar boekjes in? Oh, ik dacht misschien heb jij iets geregeld met Okke. Nou, Okke die zei dat hij hierin zat. Is dat zwaard van Gruttepier nou weg? Wat? Waar is het zwaard van Kruttepier? Er zitten alleen maar boekjes in. Hier kunnen we niks meer. Hier kunnen we ons niet meer verdedigen. Gast, we kunnen ons niet met de voorwaarden van een of andere Jeremy Friesen kunnen we ons niet vertegenwoordigen. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen gewoon een zwaard pakken en dan gewoon zeggen van ja, maar dit is het zwaard. Dat zouden we kunnen doen, inderdaad. I mean, niemand zou voor niemand de rest in de kan kluis in deze kunnen. Kluis, behalve als je de sleutel hebt. Laat het maar inderdaad op die andere manier doen, dat we gewoon maar gaan bluffen dat we het zwaard hebben. Gewoon doen alsof we het zwaard hebben, zo van, heb jij toevallig een zwaard dat erop lijkt? Ik heb niet echt een ik heb geen Netherite sword met enchantments erop. Die heb ik nog wel ergens liggen, volgens mij. Oké, ja, dan zou dat moeten. Het zwaard, jeet. Oké, dit moet denk ik wel goed werken als een fake Kruttepier zwaard, toch? Ja, op zich wel. Raak hem niet kwijt, het is een goed zwaard. Niet beter dan het zwaard van Kruttepier, maar het is een goed zwaard. Zwaard van Kruttepier, die kan tegen niks op. Ja, okay, let's go. Beter dan dat hier van mij, ja. Ik ga even de heer Bouwhoff een berichtje sturen. Doe dat. Ik heb een berichtje van Joost gekregen. Ja, kom maar. Oké, laten we naar Joost toe gaan en de rest van Nederland. Ik ben heel erg benieuwd.
Let's go, Binte. Hallo, Netherlands. Oké. Okay. Gaan we de boots gebruiken? Nee. Nee, uit principe moeten we wel, zeg maar, de boots niet gaan gebruiken. Wij haten het hier. Ik ben heel benieuwd. Laten we naar plaats delict gaan. Ja, plaats delict is ten westen. Oké, zullen de mannen van Nederland daar zitten? Gegroet! Ja, we kunnen wel even vragen, want daar is het vallen net. Wat een timing. Hallo. Hi. Hallo. Wat een timing, joh. Hallo. Wij zijn absoluut niet bij dit afgesloten gebied geweest. Zijn we niet geweest. Nee, ik zag jullie. Nee, Joost. Nee. Precies, we zijn ineens hier. Wat waren jullie daar aan het doen? Hoe komen we hier? Hoe heet het? Dion die zei dat hij wat had gevonden hier. Dat was wel interessant. Ja, samen met jou. Ja, klopt inderdaad. Dat klopt. Dion en ik hadden iets gevonden. Vertel jij het? Of? Ja, sterker nog, ik ben al geweest even kort om eventjes te laten zien aan de mede-Netherlanders wat het was. Maar we kunnen nog even mijn stapel zien. Ja, ik... Gaan we binnen, ja? Ja, kom maar. Kom, laten we even naar binnen. Als we hebben? Ja. En betreden op eigen risico trouwens. Ja, ik wilde eigenlijk dat Detective Hunke dit ging onderzoeken. Puk, wat is daar eigenlijk de stand van zaken van? Ja, precies. Nou, het ding is, Dion en ik zijn eigenlijk stiekem zelf naar binnen gegaan. Hadden we het niet moeten doen, maar we zijn tot een conclusie gekomen dat Honky eigenlijk niet in dit onderzoek kan worden meegenomen. Vanwege dat hij van België is. Waar is dat bewijsstukje wat we ook weer hadden gevonden? Hier, een stukje goud van een bel. En natuurlijk, Honky zit ook bij België. Er is maar één iemand die zoveel van bellen houdt en dat is Link. Dus ik denk dat het bewijs naar Link toe leidt. Maar ja, Honky die zou natuurlijk nooit Link gaan verraden, denk ik. Ik bedenk me wel opeens iets. Joost, mag ik je even lenen? Ja, mag je. Oké. Je blijft Is goed. Hi, Ryan. Ik hou je lekker gezelschap, toch? Hi, Ryan. Hey, het is niet een of andere val, toch? Hey, jawel, gast. Ik heb de explosieven bij me. Het lijkt net de bruiloft van Link. Wow, die van mij is volledig heel. Wat hoor ik? Oké, ik ga even kijken hiernaar. Ik spreek jullie zo. Wat is dit, jongen? Hallo? Binte, hoor je dat ook? Ik hoor een trident. Ik hoor alleen maar tridents. Ik kom gewoon even een vraag van wat gaat, want ik hoorde allemaal bliksem en zo. Oh. Ja, de bliksem is niet van mij. Oh, oké. Okay, dat was alles. Okay. Normaal wel, maar... Ik hou ze nog wel even gezelschap daar. Maar nee, we zijn wel aardig uitgepraat. We komen er wel uit. Oké, top. Ik snap heel goed de overweging om Honky hier niet bij te betrekken. Maar wat stellen jullie naar voren, Friesje? Moeten we naar België toe? Moeten we ze even confronteren? Of, Ik stel voor dat we ze gaan confronteren. Ja, weet je, ik heb natuurlijk al eerder gezegd gehad met Link en Bel. Maar dit is niet nieuw voor jou. Dit is niet nieuw voor mij, dit is zeker bekend. Wat is er dan met die bellen, verdomme man. Ik denk niet dat hij gelijk zal bekennen, though, maar weet je, we kunnen hem op zijn minst confronteren. Ja, we kunnen hem van alles vragen en ik wil gewoon eigenlijk heel graag deze god weer terugbrengen in de normale staat waar hij in verkeerde. En dan kan ik weer met de botgod communiceren. Precies inderdaad, want de communicatie met de botgod is gewoon volledig weg nu. En... Precies, dan kunnen we dat hele gedoe met dat stuk land ook afsluiten. Ja, precies. Ja. Een afsluiting van een hoofdstuk. Precies, maar... Wow, dat is echt heel erg donder. Ah, ik weet niet wat de bliksem is. Is dat de botgod ontsnapt is? Dit heeft te maken met de botgod, dit moet wel. Dus we moeten ze snel fixen. De botgod is boos. Ja, de botgod boos is omdat hij zeg maar... Geen communicatie meer heeft met die prachtige Joost. Ja, dat snap ik, ja. Ja, dat is wel een ding hoor. Die zijn wel close, hè? De Joost in de botgod. Ja, dat is wel ik heb gewoon al weken niks meer kunnen doen hier. Ik zou het chippen, gast. Ik ship het ook wel botgod en Joost. Ja, oké. Zullen we dan nu gewoon heen gaan? Wacht even. We willen naar Link toe. Ja, is het niet een beetje bedreigend om met z'n allen zo aan te komen met... Yo, Link! We kunnen toch gewoon vragen, wat is dit? Herken je dit? En dan gewoon verder niks zeggen van herken je dit stukje? Daarnaast hebben we ook een geldige reden om hem zo aan te vallen. Ja, ik heb al een geldige reden. Zoals ik had net al uitgelegd dat België... En specifiek Link deze ruimte heeft gebruikt om met zijn eigen god te praten, wat ik eigenlijk niet zo cool vond. Ja, best wel lang geleden, maar toen zei die god, quote-unquote, zei tegen hem dat hij meerdere challenges moest doen voor het unlocken van een geheime bel. Nou is dit wel echt, wat is het, een maand terug of zo, dus ik weet niet in hoeverre die daarin is, maar we kunnen daar wel heen en dan vraag ik om een soort van update, weet je wel, van hey, hoe gaat het daarmee, Link? Had jij ook iets te maken met die bel, Puk? Weet je iets af van een bel, Puk? Heeft Link misschien ineens een bel gekregen sinds kort? Oké, ik denk dat dit wel het juiste moment is om te zeggen... Link zei dat ik het eigenlijk voor me moest houden... maar nu dat hij eigenlijk een beetje een soort van aan de andere kant staat... ja, hij heeft de bel bemachtigd. Hij heeft alle quests voltooid en het is echt een sterke bel. En dat heeft hij niet tegen mij verteld? Hij heeft hem zelfs op mij uitgetest. Oh. Oké, okay, en wat gebeurde er? Of... Nou, ik werd echt een mijl ver... geslagen. Oké, het is een mijlbel.
Mijlbel. Okay. Het is echt een bel waar je super ver mee werd geslagen. Dus je bent echt, je kan helemaal niks ertegen. Oké, okay, interessant. Hmm. De laatste keer dat ik hem sprak, zei hij dus dat hij alle challenges nog moet doen. En jij zegt nu dat hij dus al klaar is. Hij is er alweer klaar en heeft de bel bemachtigd. Zou je denken dat het verkrijgen van de bel te maken heeft met het exploderen van de botgrot? Misschien was dat al een van die challenges. Zou heel goed kunnen. Nou, op zich, als ik een god zou zijn en ik word opgeroepen in andermans tempel, zou ik wel zeggen van ja, hè, sloot de boel hier, want ik ben de enige god. Ja, precies, inderdaad. Nou ja, laten we dat aan Link vragen, zou ik zeggen. Wil jij het bewijsmateriaal meenemen? Ja, prima. Top. Volgens mij wel in een zakje. Ja, je zit wel flink aan. Wat doen? Ik ben echt, jongen. Hij vindt het spannend. Ik heb weer een ballon en ik ben aan het opblazen. Geen moment om een feestje te vieren. We zijn hier. Hij is ook een Friesland volgezet met taarten. Zwaar tragisch hier, oh. I'm gone. Bye. Oké. Okay, nou, boys, okay, laten we naar Link toe gaan. Hallo, België. Nee, dus, nog een plaatsdelict. Kunnen we niet gewoon dat grote skelet van ze stelen en daarmee de botgod repareren? Ik vind dat wel een idee. Ja, hoe komen ze daar überhaupt aan? Ik wist niet dat er T-Rexen leefden in België. Ja, ik dacht eigenlijk alleen dat je de botgod had en Daphnes, maar dit is weer een heel nieuw skelet. Ja, blijkbaar. De belgod en de... Ja, maar zijn die ook skeletten? Ik weet niet. Oké, okay, maar wat Ryan zei trouwens, gaan we met z'n allen gewoon in één keer confronteren? Het is wel een beetje confronterend, hè? Ja, we zeggen gewoon dat we naar hun dierentuin gaan. We zeggen gewoon dat we een kaartje kopen. Precies, we zijn op bedrijfsuitje. Jon is hier gewoon om een artikel te schrijven over de endangered species van de Nederland S&P. En ja. ik ben cameraman. Ik heb nog een jaar abonnement, dus we kunnen en ik binnen. Ben de persoon die er gewoon bij chill. Is. Dit mag toch tegenwoordig niet meer, dit is toch gewoon verboden. Ja, dit is een dolfijnen show. Ja, Armo! Trainen ze gewoon dolfijnen hier, Armo! Maar het ziet eruit dat de Belgen niet thuis zijn. Nee, inderdaad. Ik heb eventjes een van die Belgen gebeld. Wat een gouden grap. Hoe noem je een dolfijn die het naast zijn zin heeft? Dolfijn? Dolfijn. Hey Joost, klop klop. Wie is daar? Wie? Hoi. Maar ik heb ze in ieder geval, dat was geen grap, ik heb ze even gebeld en laten weten dat wij in België zijn. Dan misschien de Engelsen van fuck jou. Of... Ik heb vernomen dat ze nu nog in een afspraak zitten. Oh, nee. Zeg dat we ook een afspraak. Zeg dat we een bel slopen als ze nu niet komen. Jongens, ik heb antwoord van Link. Oh. We zijn er, zegt hij. Huh? Dus ik verwacht dat hij ergens in België is.